In Egmond is natuurlijk genoeg te zien. Maar wat je niet mag missen, is de vuurtoren van de Nederlandse kustlijn. JCJ van Spijk. Hey, daar staat hij. Gebouwd in 1833. Wist je trouwens dat JCJ van Spijk, de kapitein waar deze vuurtoren naar vernoemd is, zijn boot heeft laten opblazen, zodat de boot niet in handen kwam van de Belgen? Oké, wat we gaan doen, ik loop nu even richting het duin. Kunnen we nog even een mooi uitzichtpuntje pakken. Egmond stikt trouwens van de mooie uitzichtpunten. We tellen er wel 4, zowel in de duin als in het dorp. Allemaal van deze mooie trappetjes. Kunnen we lekker ver kijken. Gaat ie. Wauw, dat is toch te gek. Met op de achtergrond weer de vuurtoren, hè. En het prachtige strand. Wat ik zou gaan doen, ik ga een stickertje plakken op deze vuurtoren. Want de vuurtoren van Egmond aan Zee, de JCJ van Spijk, is reeds officieel gevlogd. Wil je nou meer weten? Ga dan naar egmond.nl. En als je deze vlog leuk vond, graag een duimpje omhoog hieronder. En graag tot de volgende vlog.